Zullen we gewoon met de eerste beginnen? Ja, leuk. Ik kan gewoon op play drukken. Oké. Okay. Alika, trek jij er iets van aan als mannen zeggen dat vrouwen niet kunnen voetballen? Doei! Ja, leuk. Goed shirtje had ze ook aan, hè? Ja. Lieke Martens. Lieke Martens. Nee, ik trek me dan niks meer van aan. Maar vroeger vond ik het wel echt vervelend dat er altijd een vooroordeel was. Mijn teamgenoten die waren altijd heel erg positief over mij, zeg maar de jongens waar ik mee speelde. Ja. Maar de tegenstanders daarentegen, die waren soms wel heel gemeen hoor. Ik ben wel eens aan mijn staart getrokken of ze gingen extra mij trappen. Omdat ik een meisje was, als ik dan beter was dan hun, dan wisten ze zich geen houding te geven. En dan werd ik wel eens, ik noem het niet pesten, maar ik werd wel harder aangepakt dan de jongens, zeg maar, dan mijn teamgenoten. En wat deed je dan? Een pannen geven of zo? Een pannen geven. Ik weet niet, het deed niet zoveel met me. Het deed meer met mijn ouders naast de zijlijn. Die dachten, Jezus, Lieke, let een beetje op. Ja. Maar nee, ik heb het nooit als vervelend ervaren. Het heeft me alleen maar sterker gemaakt, eigenlijk. Ik zag in jouw boek dat je vroeger in Nederlands Elftal speelde met mannenshirts aan. Dat is wel bizar, toch? Dat het toen nog zo was. Ja, ik was vroeger ook echt de kleinste van het veld. Ja. En dan had ik echt zo'n groot shirt aan. Het leek wel een jurk, zo tot hier, weet je wel. En dan moest hij helemaal in de broek, want het was een mannenshirt. En nu, als je ziet wat voor mooie shirts we allemaal dragen bij Nederlands Elftal, hier bij Barcelona, ja, is dat wel een hele verbetering. En hoe vind je het dan dat heel veel meiden nu zeggen, ik wil Lieke Martens worden. Dus niet, weet ik veel, Messi of Cristiano Ronaldo, maar Lieke Martens. Ja. Dat is voor mij een droom, heel erg mooi. Want vroeger toen ik voetbalde, begon met voetballen, ja, had ik Ronaldinho als voorbeeld, omdat hij had een staart. Ja. En dat vond ik zo tof. Maar ja, nu is het leuk gewoon dat wij met de Nederlandse elftal gewoon allemaal voorbeelden zijn voor die jonge meisjes. Zou ik een Barça shirt van je mogen, want ik ben echt je allergrootste fan. Ja, ik zou graag een shirtje willen geven, maar ik heb er zelf ook niet zo heel veel. Nee, je hebt niet je hele kast vol hangen met... Nee, dat is ook jammer. Kijk, wij vrouwen moeten ons shirtje gewoon het hele jaar doordragen. Hetzelfde shirt? Maar hoe werkt dat dan? Dan gooi je ze in de was of zo? En dan, Ja, die worden gewoon gewassen en die heb je gewoon voor de wedstrijd weer aan. En Messi krijgt elke keer een nieuwe? Ik denk dat zij wel wat meer shirtjes krijgen, ja. Behaal je daarvan? Vind ik wel jammer, want ik zou zo'n jongen zou ik heel graag een keer een shirtje willen geven. Ook gewoon een keer na een wedstrijd, weet je wel, maar dat gaat gewoon niet. Wat vind jij van alle fanaccounts die van jou worden gemaakt? En voor alle duidelijkheid, ik ben een grote fan. Doei! Wat leuk. Ja. Ja, vroeger had ik ook posters op mijn kamer, maar zo leuk dat zulke jonge meisjes mij nu op de kamer hebben. Bizar ook, toch? Bizar, ja, maar heel erg leuk. Ja. Ja. En wat vind je ervan? Want zij heeft dus ook een fanaccount. Vind ik leuk. Ik verbaas me dat ze soms hele leuke foto's hebben die ik zelf nog niet eens heb gezien. Ik pak soms ook een foto die zij hebben, die ik dan misschien een keer op mijn social kan plaatsen, omdat ik die gewoon nog niet heb gezien. Maar wel goed voor de kinderen om te weten dat jij bijna alles ziet. Dus zeg maar, ik zie serieus echt bijna alles. Word je herkend in Barcelona? Want in Nederland kent bijna iedereen je wel. Jawel, ik word wel herkend in Barcelona. Maar dat is wel vaak door Nederlanders. Maar je hoeft niet een pet op en een snor op. Nee, dat niet. Maar ik vlieg wel best wel vaak als ik naar Nederland ga met een petje. Ja? Gewoon omdat ik, niet omdat ik niet opensta voor mensen omdat ze als een foto willen, maar toch. Gewoon, soms vlieg ik heel vroeg in de ochtend en dan ga ik nog lekker slapen in het vliegtuig, weet je. Dan doe ik mijn petje op en dan wil ik gewoon weg, weet je. Dus niet omdat je er niet uitziet dan? Ja, ook. Als ik net wakker word, dan zie ik er niet zo uit, denk ik. Ik las ook in het boek dat jij vroeger heel verlegen was. Ja, dat is... Wel heel anders inderdaad. We hadden me 10 jaar geleden gevraagd en ik had nu een interview gehad. Dan kon ik de dag ervoor niet slapen. Zweten, ging ik helemaal nadenken. Wat gaan ze me vragen? Daar zeg ik een gek antwoord. Maar... Hoe gaat het nu? Nou, hoe gaat het? Ja, goed, dat gaat heel goed. Oké, fijn. Messi of Cristiano Ronaldo? Lionel Messi. Haar in een staart of los? Toch maar vast, want ik ben veel aan het voetballen. Wat is je lievelingseten? Sushi. Aan welke klus in huis heb je echt een hekel? Dweilen. Ik laat geregeld nog wel veel dingen vallen in de keuken, dus dan moet ik wel een keer dweilen. Wat is je lievelingsfilm? Ik ben heel slecht in films kijken, omdat ik heel vaak in slaap val. Wat is je slechtste eigenschap? Ik ben heel vergeetachtig. Ik word gewoon zo gek van mezelf soms ook. Net als vandaag. Dan heb ik mijn huissleutel thuis gelaten, dus dan kan ik eigenlijk niet meer in. Snurk je? Nee, niet dat ik weet. Ik praat volgens mij wel in mijn slaap af en toe. Wanneer kreeg je je eerste zoen? Toen was ik, zat ik in groep 8, denk ik. En was dat leuk? Ja, dat was spannend. Spannender dan een wedstrijd? Ja, misschien sommige wedstrijden wel, ja.
En mijn vraag aan jou is, wat mis je het meest als je lang van huis bent? Mijn familie en vrienden. Ik mis ze echt. En dat vergeten mensen, denk ik wel eens. Dat het gewoon... Best wel pittig is, want ik woon zeg maar alleen. Ja. En dat doe ik dus gewoon al bijna 10 jaar. Ja. En mijn kleine zusje bijvoorbeeld, toen ik wegging van huis, was zij 8. En nu is ze gewoon al een volwassen vrouw, dus ik heb haar helemaal niet zien opgroeien. Ja. En dat vind ik wel jammer, weet je wel. Maar ik heb een hele goede band met iedereen, ondanks dat ik gewoon weg ben van huis. Maar ja, ik mis ze wel, ik mis ze echt. Wat heb je liever, met Nederlands elftal het WK winnen of met Barcelona de Champions League winnen? Ik kan eigenlijk niet kiezen, want ik wil allebei. Ik ben een speler en ik denk elke topsporter kan ik zeggen, iedereen wil gewoon alle prijzen winnen die je kan winnen. Ik wil met mijn club en met de Nederlands zelf de prijs winnen. Je wil gewoon alles. Ja, je klinkt wel heel hebberig, maar ik wil alles, ja. En ben je ook bijgelovig? Nee, ik ben eigenlijk niet bijgelovig. Ik heb alleen tijdens het EK zelf sport bij HD heeft het gedragen. 7 wedstrijden. Dus wel misschien gewassen, toch? Mag kopen. Wel gewassen. Alleen, ja, ik denk dat ik... Ga je dat nu weer doen tijdens het WK? Ja, laten we, als we winnen misschien wel. Als we de eerste wedstrijd winnen, tweede, derde. Nou, dan ga ik dat misschien wel weer doen, ja. Ja, en dan veilen voor een goed doel. Ja, en dan niet wassen.